stop maar. Even geen training op haar vertrouwde atletiekbaan in Eilo. Maar dit keer is deze lange trap in de Schorelse Duinen het trainingsdecor voor atlete Lisanne de Witte. Dit alles om fitter en sterker te worden. Maar waarvoor eigenlijk? Het is vooral mentaal wel moeilijk, want normaal als je echt zo kapot gaat in zo'n training, dan heb ik altijd wel in mijn achterhoofd dat ik binnenkort een toernooi heb en dat je het daarvoor echt doet. Dus dat zit toch wel soms bij de laatste paar keer de trappen omhoog, dan denk ik, oh ja, straks voor Tokio, daarvoor moet ik nu gewoon beter. Dat heb je natuurlijk nu iets minder, maar ja, het blijft wel lekker dat je in ieder geval wel nog steeds wel echt kapot kan gaan en dat je daar niet wedstrijden voor nodig hebt. Maar ja, het is vooral mentaal wel af en toe wel lastig. De specialiste op de 400 meter had haar ticket voor de Olympische Spelen al binnen en zou volgende maand afreizen naar Tokio voor haar tweede Olympische Spelen. Maar door corona is dat een jaar opgeschoven. Het wisselt heel erg. Op één moment denk ik echt wel, vind ik het wel echt heel erg jammer. Want in het seizoen was ik wel best wel goed, dus dan denk je toch van, oh ja, wat had ik gekund buiten, buiten op de baan. Maar ik heb ook wel wat last van blessures, dus wat dat betreft dan denk ik, ja, dat is dan nu wel een mooi moment om dat echt aan te pakken, zo van dat het dan voor volgend jaar opgelost is. Stop! Het is natuurlijk wel balen en het is vreemd, maar aan de andere kant zie ik het ook weer als een mogelijkheid om vooral te werken aan de iets zwakkere plekken in je lichaam. Dat je gewoon, kijk, als ik naar Lisanne kijk bijvoorbeeld, heb best wel wat pijntjes, vooral het laatste jaar. En dat probeer je gewoon te versterken nu deze periode, om straks de volgende stap te kunnen maken. De sprinter uit Eilo kampt al een jaar met een lichte bilblessure. En nu ze een extra jaar krijgt om zich voor te bereiden op de Spelen, hoopt ze in 2021 pijnloos aan de start te staan. Ik heb al gezegd dat ik in de finale wil staan van de Spelen en ik denk ook wel dat ik dat echt zou kunnen. Als alles gewoon goed gaat vooral. Nu zal je niet zo snel, tenminste als ik naar Lisanne kijk, die zal nu niet haar PR lopen. Maar ik heb er wel het vertrouwen in dat het volgend jaar zal gebeuren. Vorig jaar was ik echt wel heel goed, alleen dit zat gewoon continu in de weg. En alsnog kan ik heel hard mee lopen, dus we hebben zoiets van als dit weg is, dan kan je echt heel hard lopen. Dus ik hoop dat ook echt zo is. In september worden Witte 28 en gezien haar blessures kunnen de Spelen van volgend jaar zomaar haar laatste zijn. Kijk, ik ben nog steeds niet oud, alleen ik merk wel dat ik krijg gewoon steeds wat meer klachtjes overal. En ze zijn nu nog absoluut onder controle te houden. En vooral als ik deze blessure oplos. Het is nog lang niet zo erg dat ik echt denk, oeh, wow, ik kan niet meer sneller lopen dan dit. Ik weet nog zeker dat ik echt wel vooruit kan. Maar ja, ik denk wel dat komend jaar dat wel echt de spelen zouden moeten zijn waar ik op mijn allerbest ben. Ja, ze kan nog echt een stap maken. En ik ga niet zeggen van de medaille of wat dan ook. Of dat zeker niet.